Want waar begint die interesse bij jou als dokter? Want in principe denk ik niet meteen bij kanker of bij andere ziektes of aandoeningen aan seksualiteit. Terwijl dit wel dus inderdaad een belangrijk onderwerp is. 800.000 mensen ongeveer in Nederland hebben ermee te kampen op een of andere manier. Ja, laten we zeggen, heel veel mensen hebben een ziekte. En eigenlijk aan heel veel ziekten, en we weten nog niet eens bij welke ziekte welke problemen mee zouden kunnen spelen. Ja, daar is een deel je seksualiteit veranderd. Dus als je moe bent, hè, dus je hebt mensen die chronisch vermoeidheidssyndroom hebben, dan weet je al dat een deel van die seksualiteit daar misschien in veranderd is. Maar als we het nu over kanker hebben, ja, dan is dat veel prominenter natuurlijk. Hè, want je begrijpt wel dat als je een borst geamputeerd wordt, dan heeft dat invloed op je seksualiteit. En de focus is vooral heel vaak op wat het nou doet op die patiënt. Maar we kijken veel minder holistisch wat het ook doet op dat stel. He, dus ik heb een voorbeeld is bijvoorbeeld, als je nou bijvoorbeeld borstkanker hebt en je borst wordt geamputeerd, dan zie je er allereerst al anders uit. Mm-hmm. Krijg je dan als gevolg van dat het mogelijk is ook nog hormonen om te voorzorgen dat die kanker langer weg blijft. Ja, dan heb je ook helemaal geen zin meer als vrouw. Maar hoe ga je daar als partner mee om? Wordt daar wel over gesproken? Kunnen we daar iets handreikingen in geven? En als je daar naar kijkt, ja, dat is er eigenlijk heel weinig. En wij verwachten dat die dokter dat gaat doen, om dat gesprek op gang te maken. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. En de andere kant verwachten de dokter soms dat die patiënt dat daar maar moet gaan bespreken. We verwachten misschien dat patiëntenverenigingen dat doen. En eigenlijk zitten we daar in een soort, ja, impasse. En dat is eigenlijk al jaren aan de gang. En hoe kom jij die impasse? Nou, ik denk dat we het anders moeten gaan doen. Ja, en laten we zeggen, 2008 was een groot congres over kanker en seksualiteit. En toen stond er ook een borstkankerpatiënt op van, ja, 10 jaar geleden hadden we dit congres ook. En er is eigenlijk nog niks veranderd in die zorg. En nu zijn we bijna weer 10 jaar verder en er is nog niet zoveel veranderd. Dus de aanpak die we tot nu toe hebben gedaan is volgens mij niet goed. Dus wij denken dat we met educatie van dokters, verpleegkundigen, dat we daarmee gaan winnen. Maar we moeten jullie vragen. Ik? Jou vragen bijvoorbeeld om een mooi programma er rondom te maken. Nou, dat heb je me nu geboden. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, om daar eens een keer over te praten. Want uiteindelijk denk ik dat we in totaal andere vorm moeten gaan denken. Dus we moeten gebruik maken van uit die medische hoek. Ja, en meer. Zeker. Want jullie kunnen dat beter. Jullie kunnen dat ook beter. Nou ja, Mickey kan het toch ook beter. Waarom triggert dit onderwerp jou zo? Nou, ze hebben mij gevraagd om dit te doen. En ik hou wel van taboe doorbreken. In mijn kunst gaat het over kwetsbaarheid. Het die fotografie. Gaat over het zoeken naar vrijheid voor iedereen. Dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. En onderwerpen zoals seksualiteit vind ik belangrijk. Ik durf dat denk ik wel. En ik heb in mijn leven natuurlijk... Ik heb geen kanker, maar ik heb wel in mijn leven iets meegemaakt. Waardoor ik daar ook mee te maken had. Hoe je met elkaar opnieuw elkaar moet vinden in je relatie. Praat over de aanslag op jouw voormalige vriend. Ja, we hadden al die vriend. Mooie liquidaties in 91, 92, 94 hadden we de aanslag. En Rob verloor die nacht beide benen. En ik was 24 en ik zat in het fysiekenhuis. En ik was alleen maar bezig om hem te helpen, om hem weer mens te laten voelen. Maar ik weet nog heel goed, de nacht dat wij werden uitgenodigd met kerst, mochten we 1 nacht uit het vuur nadat we daar 6 weken hadden gelegen in een kamertje en ik op de grond met mijn arm omhoog. En toen kwamen we in een hotelkamer. En dan ben je voor het eerst weer bij elkaar. En dan vrij je voor het eerst weer samen. Na 6 weken? En ja, maar ook na gewoon dat je eigenlijk denkt dat alles kapot is. En door die intimiteit, want het is niet alleen seks, het is intimiteit en liefde, voelden wij na die nacht, voelden we ons wel weer mens. Hadden ze iets van, wij gaan dit overleven. Wij gaan dit doen samen. Wij kunnen dit. En ik weet gewoon nog heel goed hoe belangrijk dat was. En ik denk dat daarin je het ook veel breder kunt trekken. Dat het niet alleen met kanker te maken heeft. Nee. Maar bijvoorbeeld ook zwangere vrouwen hebben ook wel eens last van dingen. Weet je, het is eigenlijk veel breder. En die schaamte bij mensen is denk ik heel groot om erover te praten.